Ik wil jullie graag uitnodigen voor de voorstelling Learning How to Walk van Entigent, die wij gemaakt hebben met Benny Klaasens en Risto Kubar, een acteur uit Estland en twee danseressen en ikzelf. En het was een enorme belevenis om die voorstelling te maken. We zijn uitgegaan vanuit het idee dat Benny Klaasens, eigenlijk een acteur, maar dus ook een maker, op het strand zat in Spanje en zich afvroeg waarom hij nou wel 5 uur kon kijken naar spelende kinderen op het strand en niet naar acteurs die 5 uur lang spelen. En vanuit dat idee zijn we begonnen eigenlijk om iets te maken. We zijn opnieuw begonnen praten, opnieuw begonnen lopen, opnieuw begonnen aanraken. Hoe het is om alleen te zijn en ook hoe het is om te sterven. Er zijn 5 episodes. Alles bij elkaar duurt het 4 uur. Maar u hoeft dat absoluut niet vanuit 1 plek allemaal 4 uur lang te bekijken. U mag van plaats wisselen, u mag iets te drinken halen, u mag naar het wc gaan. U mag ook weggaan als u het echt verschrikkelijk vindt. En u mag ook meedoen. En we zullen ook u dingen vragen, maar dat hoeft allemaal niet. Dus het is, eigenlijk is er net zoveel vrijheid op het podium als in de zaal. Ik zou u echt dringend aanraden om te komen kijken, want het was voor mij ook een enorme uitdaging en een belevenis. Je ziet echt een ander soort theater. Dus tot ziens.